Pretubers en welkom weer eindelijk in een pretpark. We zitten nu in de auto, leuk pretpark. En we staan vandaag bij Bobbejaanland. Ja. Je ziet daar de ingang, je zult het zo'n beetje wat duidelijker zien. Maar het is vandaag de eerste seizoensopening. 8 mei. Kan ons misschien liever in Walibi gezien, aangezien dat de Conda vandaag ook opent. Maar dat is het voor volgende week. Volgende week gaan we Conda uitgebreid testen. Maar vandaag gaan we de seizoen. Het seizoen starten met een bezoek aan Bobbejaanland. Ja. Dit is de laatste keer, is dat nog altijd met hekken en wachtrijen. Ja, voldoende afstand af. Ja, houden we nog altijd. Ja, wel, we waren natuurlijk. Oké, toegang voor filmen geregeld. We kunnen naar binnen gaan. En dan is het zondag om. De poorten gaan open. Onderaan gaan fast rides. En daar gaan we. De poorten zijn open. Sprint naar de eerste achtbaan. Zeus is gaan, Zeus is gaan. De marathon van Bobbejaanland. Ja, we zullen maar dit wel voorsteken. We gaan ook onze eerste attractie uitpikken. Vandaag concentreren we ons op alles wat er staat. Behalve op de indoor-attracties, zoals Indiana River, Kinderland, Revolution, Banana Battle en Forbidden Caves. Die zijn vandaag niet open. Maar voor de rest gaan we ons amuseren vandaag. We gaan direct naar Land of Legend, naar de Fury als eerste achtbaan. Ja mensen, we moeten maar wachten bij Fury en Typhoon. Typhoon staat stil op de lift, dus we weten niet wat er aan de hand is. Maar we zijn er nu bij Night Waters. Het weer gaat niet echt meezitten vandaag, dus druk is het hier niet. Dus Jonas, mag het even demonstreren? Ze. Het watermonster verslaan. Red de waternymfen. Nog wel een heel mooie speelplaats hier. Hè? Ook nog gewoon een attractie op zich. Omdat we toch moeten wachten op Typhoon en Fury, gaan we even heel fout doen. We gaan deze geweldige ride eens doen, ze. De Rapid River, of de kleinere versie van de Rapid River. Yay, de eerste attractie van het jaar. Yeah! Want ja, toch hebben we problemen, jongen. De Bullet Fart. Dit is geen ride gedaan, maar dan denk ik. Nee, ik heb hier één keer gedaan, of twee keer, de eerste keer dat ik hier kwam. Maar ik vind het ook wel raar dat een duizend hier nog altijd staat. Alleen ze hebben attracties voor minder verwijderd. Je wist niet veel plaatsen voor dit kan niet. Al bij al, nog best goed gedaan met fontankes en zo. Mooi onderhouden, ja. Wie is de bouwer hiervan? Van de werk heb ik gestemd met Mack Rides, denk ik. Amai. Oké, okay, is dan toch open, dus het is tijd voor Fury, de eerste achtbaan van het jaar. Oké mensen, welkom bij de Fury. Ja, het droppensysteem, dat werkt nog altijd niet. We hebben gewoon gekozen voor Four Wars. Volgens mij kunt u niet kiezen. Nee, niet meer. Dat zijn geen drukken op hem. Nee, je kunt daar niet meer op drukken. Oké, daar gaan we. Ja, dames en heren, de eerste achtbaan van het jaar. Dat ziet er maar. Oh. En we gaan voorwaarts, dus we gaan naar daar draaien.
Ja, het regent al een beetje, mensen, dus hè, ik hoop dat we dat niet te veel schade opleveren. Oké, yes. Ja, de lancering. En dan weer achterwaarts. Dat ziet er niet goed uit. Ja. Oh, fuck, jongen. En dan op naar de 106,6 meter. Ja, top, het. Nee, stop, 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 dan krijgen we een soort dive loop. Een vangrijf! Ja, dan ook een verdomme loopie. Blijf de topbakbaan, mensen. De Fury van Bobby Harland. Oh, die van Fastride. Top kwaliteit, jongens. Ik ben Hollandse bouwers niet aan toppen. Ben eens curieus, Wakonda gaat toppen aan deze baan. Maar dat was Fury weer, we gaan naar de volgende attractie, mensen. De Typhoon. Jonas heeft er weer goesting in. Oké, welkom op de Typhoon. Je kent hem nog, hè? De achtbaan met de steile helling. Niet te veel bibberen, hè? Ja, ja. Ze beet vallen we stil. Ja, tweede rij, mensen, dat is niet zo duidelijk, maar... Ja, het is nu helemaal zo. Ah, oh man, dat is fel in mijn ogen, ja. Ja, ik denk dat een heupbeugel, niet goed gaat komen. Oké, we zijn boven aangekomen en dan gaan we weer stijl naar beneden, zoals bekend. Yeah! Hij was nu veel beter dan de rest van de mensen. Hier niet meer. Oké, barrel rolls, de dubbele. Hey, hey. Ja, ik moet zeggen, mensen, achterin zit veel beter. Echt mensen, achterin is veel soepeler dan voorin. Ik heb er vol de helix in. Hé, hey, dat voelt ook nog goed mee. Ja, beter. Beter dan voorin. Maar voorin zit is er veel ruwer. Oké, okay, laatste bal. Oké, daar hebben we in.
Ja mensen, ik ben verbaasd over deze ritjes. Hè. Achterin zijn ze dadelijk veel beter dan voorin. Dat was leuk. Dat was echt soepel. Ja mensen, dat was dag voor en ik ben echt zwaar verbaasd. Hè. Het was, we zaten op de tweede rij en het was echt veel soepeler dan de laatste keer dat we erin zaten. Ja, want de vorige keer had ik zelf aan mijn heup en mijn gloten. Ja, echt. Ja, misschien hebben ze wel aangesleuteld in die maanden dat ze dicht waren. Maar we gaan straks proberen frontzie te zitten en het verschil eens merken. Want anders ga ik voortaan altijd achterin zitten. Hè, want dat was een hele soepele rit. Amai, het is heel aan het regenen, man. Veel fijner dan de laatste keer. Maar nu gaan we naar de sledgehammer. Ja. Het laatste element alweer voor vandaag. De sledgehammer. Oké, mannen, welkom op de sledgehammer. Ja, de Hus Giant Frisbee. Het regent wel, dus het zal uiteindelijk meer een wasvat worden dan een frisbee. Leuk element die muziek. We gaan weer G-krachten opwekken. Ja, een gigantische vette aandachtje. Deze is pas een molen, jongen. Deze is een echte freeride, mensen. Mijn mondkapje kan vliegen. Mijn mondmasker. Ah, ga hier naar mijn mondmasker in, ja. Oké, we bollen alweer af, mensen. Het einde van de sledgehammer. De beste frisbee die ik ooit heb gedaan, mensen. Ik ga het doen met jou. Dat was heel eng. Gedaan. Felix, is het gedaan? Felix! Het is leuk, Elvis! En die passie gaan we erbij. Top attractie. Elvis! Het Ben & Jerry punt. En hier staat Jonas en een beste maat. Ga er eens even staan. We gaan eens even een foto trekken. Oké, 3, 2, 1 en klik. Oké, omdat het nu toch een beetje aan het regenen is, maakt het toch geen verschil en we moeten toch niet wachten. De bomenstammetjes van het park pak ook even mee. Want spijtig genoeg kunnen we de Indiana River vandaag niet doen, want die is dicht, want dat is een indoor ride. Ja, Jonas is weer ferm. Ambrada! Ja. Ah. Even zien dat ik, het water goed in beeld krijg. Water, alligator. De bomenstammetjes. De oudste lochvloem van België, samen met die van Bellewaerde. Ja. In 1980 gebouwd. En ja, twee drops, hè. Die ongeveer even hoog zijn. Het zal wel geen verschil maken, denk ik. Hey! Van mijn grief af blijven. Kijk, ja, eerste helling. Misschien moeten ze eerst nieuwe bootjes opzetten waar dan meer rugleuningen in zitten. Want deze zijn nog altijd oude boot. Oké, eerste afdaling. Hopelijk valt hij een beetje mee. Maar in de boot is het al nat genoeg. Oké, dat was goed. Ja.
Maar misschien El Paso mensen. Ja, El Paso is ook een attractie die we vandaag niet kunnen doen. Ja, het is goed dat ik mijn benen omhoog heb gedaan, want in de boot stroomt er genoeg water. Hier gaat de Bob Express. Yeah. Dat wordt de volgende ride, mensen. De... Pas gedaan! Hey, we zijn beroemd. Ik ben van de NMBS. Oké. Okay. Wat ik zeggen, hè? De mensen in de boot voor ons, dat mensje heeft dat hij zo met hand vast gehouden, alleen maar arm. Oh, is dat een dier? Je ziet wel een beurt daar. Oké, tweede helling. Voor de tweede drop. En ik heb eigenlijk altijd schrik om hier naar boven te gaan, aangezien ik één keer ben vastgelopen op het hoogste punt. En met zo'n oude ride kan dat altijd gebeuren. Dus, oké, we zijn boven, we gaan overkapt hier en dan gaan we naar de tweede drop. En we kunnen zien hoeveel water in de boot stroomt. Yeah! Dan op de baan! Ja. Oké. Oké, dat was goed. We zijn er goede koop vanaf gekomen. Het was droog, die gaan we vandaag nog eens doen, want het blijft een mooie, leuke baan. Oké, okay, de Bob Express. Helemaal achterin. Arm aan de kant. Ja zeg, dat zit hier niet comfortabel. En we hebben breed doen. I am. Oké, okay, let the battle begin. Let the ride begin. Ja, met de trein naar Lichtaard. Ja. Ja, geef eens wat commentaar, hè. Niet op mij liggen, jong. Zeg, jongen, ik... Brein Deuvel, hè. Hey. Je schuift hier alle kanten op, ja. Niet doen alsof je zo breed zou, joh. Allee, de roei is des gebouwd. Ja, Vekoma. Fout. In de win. Fout. Mac. Juist. Mac Wright uit een ja, standaard SLC. Maar nee. Nee, dit is een... Dit is een Mac powered coaster, mensen. Geopend in 2000. Door Bobby Jasper. En ja, gelijk als de meeste is hij niet zo rap. Maar hij is wel vrij lang. Was mijn lol. En blijft een fijne achtbaan om te doen. Beetje ruw, maar hij gaat niet zo rap. Dus hij voelt er bekend niks van. Maar de zittingen zijn minder comfortabel. En ja, twee ritten. Ja, standaard twee ritten. Oké, dan gaan we even schoenen, roepen en zwaaien. De Duitsers zijn er ook beroemde vloggers. Die indruk heb ik toch? Ik ken die jongen. Die met zijn bril. Ah, niet die met zijn haar oorbel. Die met zijn haar achteruit, die ken ik precies ook. Kijk jongen, laatste helix weer. Allee, voorlaatste was zeg ik. Heb je niet op voor het weder in? Nee. Ja, deze bocht die doet ook minder pijn dan anders.
gaan we aan de boomstammetjes. We hebben ze van de meter gedaan. Ze hebben genoeg tijd gehad om even. Of misschien even sneeuw. Heb ik goed gedaan, alles gladder gemaakt. Oké, jongen. Les de heerlijk zwaar. In de remmen te gaan. Nee. Ah, oh man, ik leun op mijn camera. Ze biedt verpletter ik mijn camera. Jongen, wat is dat voor iets, jongen? Oké, dat gaat er echt traag, dat laatste stuk. Als medewerker van NMBS kan je niet erin zien. Ja, er is geen trein. Ik had toch een bij op mijn masker ook. Ja, dat was een dier weer. Zoals gezegd, alle Darkwide studios ook al pas zo is dicht. Die is even open geweest, les de zomer, maar nu is hem toch weer dicht. Ja, in de zomer is hem ook in het begin dicht geweest, maar uiteindelijk besloten ze handen ontsmetten en dan gaat er terug open. Ja, beter te open, maar ik ben daar niet mee akkoord. Tja, het is de Revolution die naar mijn idee wel open kan gaan, want Psych Underground in Walibi is ook open. Dus, tja, we gaan naar de volgende attractie. Ja, de grote afgang is Indiana River, die kunnen we vandaag niet doen. Spijtig genoeg, helaas. Echt, helaas. Spijtig zaak. Oké, mensen, welkom Doki Doki. En nu gaat Jonas nog een poging doen. Door wie is deze attractie gebouwd? Oké, het is een type. SLC. Maar je ergert toch met SLC's? Het is een junior coaster. Ah, kijk even verder. Geopend in 2004. Gewoon onder de naam Junior Coaster, maar een jaar later, of zo'n half jaar later, werd de naam gewijzigd naar Okie Dokie. En deze first drop is echt geweldig, mensen. Yeah! Vooral als je helemaal achterin zit, dan wordt over die lift gesleurd. Dat is heel zeldzaam op een kinderachtbaan. En dan is ga goed soepel en heel hoog tempo. Goeie producten, hè. Maar ja, die bomen zijn kaal hier. Hey, Kinderland, helaas niet open. Oké, laatste bocht alweer. De Okie Dokie, altijd wel plezant om even te doen. En de remmen. Ja, die remmen die zijn ook heel soepel, hè. Bij de vernieuwing bij Indiana River hebben ze een stuk van de track weggehaald, maar hier loopt hem nog altijd, de oude Texas Struin. Hier was de Texas Struin en dan, ja, hier had dat de doolhof, maar dat doolhof heb ik nog nooit gedaan. Ik weet niet hoe lang dat al dicht is, want nu raak ik in ieder geval niet binnen. Ja, die trein die stond hier vroeger al en later werd Indiana River daar rondgebouwd. En Kinderland is nogal, ja, Kinderland is van in het begin van corona nog niet open geweest. Dus dan gaan we naar de Dreamcatcher en die ligt daar. Over Dreamcatcher trouwens gesproken, mensen. Die VR, die komt nooit meer terug. Ze hebben besloten om de VR bij Dreamcatcher definitief af te schaffen. Ja, nu nog bij Revolution en dan is de zaak compleet.
Maar we gaan instappen in de Dreamcatcher, in deze unieke armbaan. Het verlaten gedeelte van het park, het Mexico en de Far West, de bazaar. Gelukkig heb ik het niet naar hem gericht, want... Maar we gaan hier nog wel eens zien, want hier in dit gebied zijn er heel veel huizen die daar vroeger werden gebruikt. Zoals vroeger daar, Desperado City was een... Dat was een schietcinema, hier was ook ergens een gebouw waar de mechanische stier stond. En ja, hier zijn veel kijkruimtes, die zijn gesloten, zo dat moet... voorstellen dat dat hier iets is, maar ja, er is niks meer achter te zien. Maar hier hebben we wel nog zo van die kijkruimtes. Ah nee, dat zijn geen kijkruimtes, dat zijn echt echte kamers. Zijn opslagkamers. Dat is denk ik een bar geweest. De beste achtbanen die je mag kunt hebben, wilde muizen. Sarcasme trouwens. Ja. Ik ben heel sarcastisch nu. Oké, okay, de speed hierboven, het regent een beetje, dus... Kap aan de rollen, man. Maar ja, misschien omdat de bouw wat natter is, rijdt hij misschien een beetje soepeler. Oh, dat valt erop. Nee, denk het maar. Nee, denk maar. Die wilde muisbochten, die zijn sowieso niet fijn. Wacht, ik ga hem even vastklemmen, zo zal het beter gaan. Oh! Yay! Ja, weer vertrokken, mensen. Wat een banen!
zijn jouw favorieten? Ik hou ervan. Hé, hey, kijk daar, er staan een paar boomstammetjes. Waar? Kijk daar. Er staan een paar boomstammetjes. Ah, ja. Ik ga dat drukken. Oké, nog een paar, ze gaan. Ja, het is minder erg. Daar gaan we. Gaas geven, 5 mensen. Oké. Even een beetje rem, hopelijk zijn die niet te hard. Goed, het is al goed, echt heel leuk gesprek op dit moment. Maar, eigenlijk... Je bent erop terug of wat? Begin het al met vet. Oh. Oké, dan de 45 km per uur. Jee, het beste stuk van de baan. Ik heb remmen, oké, die vallen mee. Oké, dan gaan we een beetje trager, dus dat is ook wel wat fijner. Oké, dan gaan we naar de volgende airtime heuvels. Ja, ja. En foto. Ja, ja. Ah, nee, die flits niet. Oké, terugremmen. Ah, nee, toch niet. Hier, hier zijn de remmen. Laatste valkje. Oh! Oh! Holy shit! Oh! And we survived Conda. Oh nee, Speedy Bob. Oh, die remmen waren fucking het. Ah, jongen. Mijn rukkel. Mijn rukkel is mijn heel alles afgerukt. Zullen we ook even doen. Wat? Ja. Gaan we eens geven. Ja. Hey, de glijbaan. De big bang. Oh. Oh, ja, ja. Hier het monorailstation is een soort van historisch museum. Hier, de Bobby Drop. Revolution. Ja. Sinds 89. Maquette van de Revolution, hier, 25 jaar oud. Dit zijn de twee verschillende kleuren. Ja, je ziet, rood is de binnenring, blauw is de buitenring. Wat is dat een truc? Ja, een truc van bijvoorbeeld een speelgoedtruc ofzo. Ja, daar op dat bord staan gegevens van Revolution, een paar oude foto's, Santa Maria, daar zit de Looping Star en ja, daar het hele park. Sledgehammer, toen die nieuw was. Land of Legend. Typhoon. De maquette van de Typhoon. Forbidden Caves, allemaal bouwtekeningen en een parkplan. Indiana River. En daar hebben we zo'n paard van een Desperado City, was een schietcinema vroeger.
Die heeft maar een aantal jaren in het park gestaan. Ja. Poppeke van de King Kong. El Rio. Toen het rad en de glijbaan er nog stond. Ze werden vroeger naar boven getild en dan ging je met de glijbaan naar beneden. Ja. Dan ook een reclameposter van in 2000 was dat. Een clown van Kinderland, denk ik. Oude bijkers. Ze hebben zelfs nog een paar thuis liggen. De Mambo, ook een muziekexpress die vroeger in het park stond. Ja, nooit van Bobby Allen. Vampires, een live 4D illusion show staat daar. Okidoki. Airways, ze heeft Rimpjes gegeten. Ja, amai. Nog een paar bekers, de grote Bobby Allen turbine. Bob Express en de Wood Water Slide. Hier staat duidelijk van Mack. 17 meter. Nog een foto, de Condor, ook nog een attractie die er gestaan heeft. Ook niet tof. Ook een parkplan van heel vroeger. Wat geweren van El Paso. De Rainbow, ook nog een attractie die er gestaan heeft. Bobby Allen zelf. De Speedy Bob. Vroeg die is gelijk of wat? Ja, die toen nog duellerend was. Zo zie je, hier zit een foto ervan. Ja, en daar de reclameposter. Dan zie je de Aztec Express. En daar nog eens Speedy Bob. Ja, je ziet het niet goed. CD's, oude parkplannen. Bobby Allen zelf met zijn vrouw. Oké, verder. En hier zit dan nog het cowboydorp. Een trein. De Skypedalo en de Air Race. Maar kijk, vroeger was er nog 8 euro voor die binnen gedaan. Ja, en allemaal parkplannen. Ja, lekstokken die zullen wel over tijd zijn nu. En dan een poppetje van Bobby Allen. Ja. Ja, en de strip Jommek in Bobby Alland, die hebben we natuurlijk ook. Amai. Zo, en zatten. Ja, interessant om hier even binnen te gaan, maar we gaan door in het park. Ja. Hier zit nog een historisch beeld van hoe het vroeger was. Ja. Je ziet daar de Condor. Daar zie je de Rainbow. Daar zie je de wervelwind. Dat is de wervelwind, dat was een dubbele schroefvachtbaan. En daar zit er nog de Looping Star. Allemaal klassiekers die tegenwoordig niet meer in het park te vinden zijn. Spijtig. De volgende attractie wordt Reuzenrad. Die gaan we ook eens doen. Gewoon omdat het kan. Oké, we zitten nu in het Reuzenrad. Gebouwd door Schwarzkopf in de jaren 70 ergens. Het verving een oud spookhuis. Eigenlijk zo'n beetje een test-spookhuis. Want een jaar later is dat spookhuis alweer gesloopt. Ja, ik hou mijn mond niet dicht bij de camera omdat je mij misschien anders niet kunt horen, want er is... Dus, ja, eigenlijk wel. Er is vrij veel wind en de belichting is ook... niet heel bewegen! De belichting is ook al niet goed. Ja, dat spookhuis, dat kwam hier eigenlijk op... dat kwam hier op advies van Gottlieb Lovelhart, eigenaar van Fantasialand toen. En Jonas die trilt hier... Zeg! En toen is er dus Reuzenrad geplaatst. En dan staat er nog altijd Schwarzkopf Reuzenrad met heel weinig spaken. Dat is speciaal aan deze. Ik heb begrepen dat King Kong kapot is nu, dus later vandaag zullen we hem wel doen. Maar sinds de laatste keer is hier de ingang van Bananenbos aangepast. En zoals je ziet staan Mark Mara er nog altijd bij, dus het lijkt er niet op dat ze het gaan weghalen. Maar het restaurant is wel open, dus we gaan nu even een uitpauze houden. Het is toch stil, joh. Dit is toch niet meer kapot, zeker? Ik vrees dat het meer kapot is. Nee. Dit is abnormaal. Ja, mensen, ik zie de King Kong gaan, maar nu staat hem weer volledig stil. Dus is hem weer kapot. Alright.
uiteraard ook voor binnen Caves dicht, maar die is nog niet open geweest sinds corona. Vraag me eigenlijk af wanneer die voor het laatst is open geweest, want toen wij in 2019 er waren, was die ook niet open. Ja. Naga Bay. De Mara Spinning Coaster. Vroeger bekend als dit. Yay! En spinnen! Oké, we're vol in de remmen en dan gaan we de tweede grote val af. Wat vind je toch voor, jong? Hier, we're vol in de remmen en gaan we weer verder. Gaas geven. Hey, boemerangbocht over het pad. En dan gaan we nog eens remsecties krijgen. En dan gaan we naar de laatste spinning route. En dan in de remmen. Ja. Waarom zijn we zo scherp? Verdoemen, maar we worden hier recht gezet. Dat gaat misschien zerven, dus pas op, hè. Ja, nee, dat was Naga Bay. Ja. Oké, we hebben achterwaarts gekozen deze keer. Oké, front seat, we gaan eens achteruit. We gaan Jonas ook eens meemaken. Ja, ja, mensen. Oké, op draaischuif. En als het goed is, moeten we dus naar links draaien. Oh, jongens, dat gaan we weer doen. Jepla. Waarom gaan we dat ook doen, jongen? Hou je mondkapje maar tegen ze, hè. Oké. Lancering naar achter. Rond toch. Slecht idee. Mangerijk. Gaas geven. Je moet het één keer gedaan hebben, jongen. Oké, lancering terug naar voren. Oké, naar de 106,6. Nogmaals. Gaas geven. Achterwaarts. Ja. Oké, de topheid. Oh, hey. Goal! Echt een topbaan, jongen. Zo'n rijdkwaliteit. Oké, einde van de baan bereikt. Oké, terug bollen. En de remmen. En hoe was het? Top. Je ziet, de baan is wel jammer. Ja, persoonlijk heb ik het meer voor vooruit, maar je moet achterwaarts een keer gedaan hebben. Zo, dat was Fury voor de tweede keer. Jonas, een favoriete plek in een pretpark. Wat een zicht. Ja, klim ook nog maar op het klimrekje. Oké, we hebben iets gekocht. Schoon, hè? Ziet hem eens. Hoe staat hij daar nu op, joh?
Chic, hè? Ah nee, een foto. Die hebben we gratis bij gekregen omdat ik een golden pas heb. Dus, En ja mensen, alle attracties zijn zo'n beetje dicht. Het is 5 na 5, dus we zullen maar naar de uitgang gaan. Inderdaad, we gaan inderdaad drijven, Johan, als de driver hier. En dat was het plezantste land van België. Ja, ja. Naar de uitgang. Jawel mensen, het paard met daarop Bobby Aan Milft. En dat was Bobby Aanland. De eerste dag van het seizoen weer. We hebben ons goed vermakt. Volgende week gaan we nog een attractiepark doen. Ja, volgende week gaan we naar Konda in Walibi. Hadden we vandaag ook kunnen doen, maar we hadden al voor Bobby Aland gereserveerd. Maar... Ja. Ja, ik ben heel content dat ze terug open zijn, wel zonder Dagwise. Dus we hebben Indiana River moeten missen. We hebben Revolution moeten missen. Maar ja, we hebben ons toch kunnen amuseren op de Fury, op de Typhoon. Dus we hebben het raadsel gevonden, hè. Achterin gaan zitten, dat is veel soepeler. Ja. Maar voor vandaag was dit weer Bobby Aland. Dus... Blijf als het plezant was. En dan zien we jullie volgende week in Walibi, België, voor de Konda. Dus zeggen we ciao vanuit het plezantste land van België. Later! Zullen we filmen, jongen? Onze goal.